Hallo. Hallo. Dank u wel. Ik ben afgestudeerd als analist. Omdat daar helaas weinig werk in te vinden was, heb ik ervoor gekozen om wat anders te gaan doen, maar wel in dezelfde richting. En dat is ook erg leuk, vooral omdat er veel patiëntencontact is. Ik keek vooral naar mijn interesses en wat ik leuk vond om te doen. Ik vond scheikunde heel erg leuk op school. En er heerst een hype over CSI destijds. En daar kwam eigenlijk uit dat ik eigenlijk wel heel graag forensisch onderzoeker wou worden. Ik heb VMBO-T in Oldenzaal afgerond. Daarna ben ik begonnen met MBO laboratoriumtechniek, waardoor ik veel stages heb gelopen bij Medlon BV, medische laboratoriumdiagnostiek. Je leert heel veel van stages. Je moet veel initiatief tonen. Je leert hoe alles in het praktijk gaat. Je leert nieuwe mensen kennen, de omgeving. Wat je in de praktijk leert, kan je ook in de theorie heel erg meenemen voor op school. Ze helpen je mee met opdrachten. En je weet natuurlijk wat je uiteindelijk wilt gaan worden. En dat is het belangrijkste van allemaal. En of je het leuk gaat vinden. Het is niet iets wat iedereen zou kunnen. Je moet nauwkeurig zijn in je werk. Patiëntvriendelijk. En je moet heel erg zelfverzekerd overkomen. Ik heb op het VMBO profiel techniek gekozen. Omdat je dan betere doorgroeimogelijkheden hebt om op het laboratorium te kunnen werken, als bijvoorbeeld analist. Hier komen de buizen met bloed binnen en vindt het bloedonderzoek plaats. En dat is dan het werk van de analisten. Ik werk als laborante voor Medlon, medische diagnostiek. Medlon zorgt voor bloedafnames en bloedonderzoek voor huisartsen, specialisten en de trombosedienst. En we gaan ook thuis prikken.